Goedendag, welkom bij deze tweede aflevering van Pensioen ProLife. Mijn naam is André de Vos. De beurzen zijn weer wat tot rust gekomen en lijken zelfs op weg naar pre-corona hoogtes, maar het blijven moeilijke tijden voor de pensioenbelegger. Daarom willen we het in deze aflevering van Pensioen ProLife hebben over de vraag: moeten pensioenfondsen hun strategisch beleggingsbeleid aanpassen? En zo ja, hoe doe je dat? Wat betekent het bijvoorbeeld voor de ALM-studie? Voordat ik het panel aan u voorstel, wil ik u graag uitnodigen om tijdens het webinar vragen te stellen. Dat kan eenvoudig via de chatfunctie. Wij zullen dan tijdens het webinar de vragen op gezette tijden voorleggen aan het panel. Het panel dat bestaat vandaag uit drie leden. Anne Grom, toezichthouder en adviseur bij diverse pensioenfondsen. Hartwig Liersch, directeur beleggingen bij pensioenfonds PMT. En Jitses Norman van BMO Global Asset Management. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Ik wil graag beginnen met een kort rondje om mee af te trappen. Wat is het belangrijkste of meest verrassende beleggingsinzicht dat jullie tot nu toe tijdens deze coronacrisis hebben opgedaan? En wil ik graag beginnen bij Hartwig. Ja, dankjewel. De coronacrisis werkt als een enorm vergrootglas, zou je kunnen zeggen. Ze maakt dingen scherper. En dat zijn dus in die zin niet per se nieuwe ontwikkelingen die opvallen, maar het zijn dingen die nog eens weer duidelijker gaan worden. Dus voor mij is er erg bijgebleven in de woesteste dagen van maart dat de voordeel van spreiding eigenlijk weer helemaal weg is. Zoals in 2008 en 2009. De jaren daarna zag je het eigenlijk wel weer, maar nu was het eigenlijk nog extremer en nog duidelijker dat er geen voordeel van spreiding was in sommige dagen. Aandelen en obligaties, zelfs veilige obligaties, gingen even hard onderuit. Dat is mij heel erg bijgebleven van die dagen. Overal hoefden we niet die dagen te herbalanceren in de zin dat we moesten kopen of verkopen. We hebben wel veel meer liquiditeit aangehouden in deze weken vanwege de schommelingen, met name in de rente en het effect daarvan op de onderpandspositie door derivaten. We hebben grote transities natuurlijk uitgesteld. Je zei het al aan het begin, al met al is het nu stabieler. Maar ik zou zeggen, het is niet normaal. Dus ik zeg bewust stabieler, maar niet normaal, want normaal is het nog niet. Nee. Anne, nog niet normaal. Welke les heb jij opgestoken tot nu toe? Nou, misschien vanuit de bestuurlijk perspectief valt me in ieder geval op hoe snel men toch weet om te schakelen aan digitale omgeving zoals nu. Dat het eigenlijk niet business as usual is, maar gewoon wel business continuity. Dus dat vind ik eigenlijk gewoon heel positief. Beleggingsinhoudelijk, wat me opvalt in eerste reactie is dat men eigenlijk niet wil zien wat er gebeurt. Dat men vertraagd reageert. Ik herinner me, ik zat op 5 maart in een beleggingscommissie. Waar wij parameters bespraken en wereldbeelden. En dat was gewoon totaal niet meegenomen. Dus reactie is om terug te kijken en te weinig vooruit te kijken. En vooral als het betreft onprettig nieuws. En paradigma shift is moeilijk om te bevatten. Ja, en onprettig nieuws was het natuurlijk. Jitses, heb jij nieuwe inzichten opgedaan tot nu toe? En dat elke crisis toch weer uit onverwachte hoek komt. Op hoofdlijnen zie je wel hetzelfde. Dalende aandelen, rentes, volatiliteit neemt toe, dat soort zaken. Liquiditeit neemt af. Dus goede beliefs en strategisch beleid geven echt veel houvast. Maar het is elke keer toch net even wat anders. Dus pensioenfondsen moeten toch flexibel zijn, snel beslissingen kunnen nemen. En ja, het is belangrijk dat ze een crisisteam hebben. En korte lijnen met de fiduciaire, die je frequent kan informeren en adviseren. En dat zie je ook allemaal gebeuren deze keer. Ten aanzien van herbalancering heeft veel overleg plaatsgevonden. Ja. Het thema van deze Pensioen ProLife, de eerste vraag. Moet je nu als pensioenfonds naar aanleiding van de coronacrisis je strategisch beleggingsbeleid gaan herzien? En zo ja, waarom en hoe? Anne, jij bent adviseur en toezichthouder bij een hele trits pensioenfondsen. Wat moet er gebeuren en wat zie je in de praktijk gebeuren? Ja, ik denk dat je sowieso altijd heel alert moet zijn op nieuwe ontwikkelingen. Dat je in ieder geval ontwikkelingen onder ogen ziet en nieuwe inzichten meeneemt, met name in jouw stressscenario's. Je ziet wel, wat ik net zei, ook een soort schrikreactie, dat men in eerste instantie eigenlijk gewoon niet open staat voor tegenvallend nieuws.
En een beetje verstaart en vasthoudt in oude wereldbeelden. Dus ik denk dat het belangrijk is om daar gewoon ook soepel mee om te gaan en flexibel ook in staat te zijn om over na te denken. Want Jezus ook zei van ja, komt dus gewoon weer een zwarte zwaan uit een andere hoek. Van hoe werkt dat dan door? Meer stressscenario's, maar niet gelijk alles aan hold zetten, waar je wel zag dat. Een soort schrikreactie van we gaan alles in hoofd zetten. En natuurlijk grote transities en dergelijke weer de, ja, vrij onmogelijk om uit te voeren door liquiditeitsproblemen in de markt. Maar ik zou zeggen, in ieder geval één punt waar je altijd in moet vasthouden voor zover mogelijk, is ook je herbalanceringsbeleid. Dat je zorgt dat in ieder geval in de buurt blijft van je strategische doelstellingen. Omdat die zullen niet van de ene dag naar de andere dag veranderen. Dus ik denk dat het heel goed is om wel mee te nemen. Ik zie fondsen die ook in de praktijk een ALM-studie naar voren halen. En dat lijkt me ook gewoon verstandig, dat je ook misschien wat extremere scenario's meeneemt dan wat je al had in jouw ALM. En kijk waar jouw gevoeligheden liggen. Ja, maar je moet dus niet gelijk zeggen van de wereld is anders geworden. Nou, ik denk dat je wel gewoon met, ja, onbevangen moet kijken van wat er gebeurt. Maar niet gelijk jouw beleid aanpassen. Maar ik denk dat je wel ook tot je... Ja, je moet ook durven te laten indalen van ja, er is een virus gekomen. En markten lijken nog steeds, doen het eigenlijk best goed. Maar onderliggend gaan het natuurlijk enorme impact hebben. Dat moet je doorrekenen. Ja. En zie je dan bij de fondsen waar jij bij betrokken bent, zie je daar... hele verschillende reacties of juist wel gelijksoortige reacties? Ja, dat hangt heel erg van type fonds af. Er zit bij een aantal fondsen die gewoon heel rijk zijn en gewoon echt reëel zijn gaan sturen en zo'n beetje alles heeft vastgeklikt. Dus daar zijn zorgen wat minder. Maar voor alle fondsen gelden dat men wel toch wel geschrokken zijn over de hevigheid, ook over de impact dat zo'n economische impact kan hebben, wat veel groter is dan de financiële crisis in 2008. Mm-hmm. En misschien eerder in de buurt komen van de jaar 30 mogelijk. Zien er nu wel iets beter uit dan een paar weken geleden, maar ik denk dat het echt te vroeg is om te concluderen van oké, dat dit was het. Dus ik zie wel bijvoorbeeld wat ik net zei, dat ALM-studies naar voren worden gehaald in het algemeen. En ook dat er bijvoorbeeld echt een gitzwart scenario wordt toegevoegd alle jaren 30. Oké, over die scenario's gaan we het zo nog even hebben. Hartwig, de coronacrisis, in hoeverre beïnvloedt die de lange termijnvisie van pensioenfonds PMT? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag wat de coronacrisis doet. En ik denk, ik hoorde volgens mij Annen zeggen, het is eigenlijk, je moet vooral in eerste instantie denken, het is geen business as usual. Dus je moet vooral blijven nadenken en kijken, wat kan er anders en wat moet er anders? Als je dan tegelijk denkt van, nou, we gaan spectaculaire aanpassingen doen in de asset mix, is het antwoord waarschijnlijk ook nee. Want in eerste instantie is het vooral onzekerheid. Dus je wil misschien wel iets aanpassen, maar de onzekerheid over wat er gaat komen is redelijk groot, dus heb je nog niet heel veel mogelijkheden om dat aan te passen. Natuurlijk, noemde spreiding aan het begin, zullen we ongetwijfeld kijken naar opnieuw naar spreiding binnen de return portefeuille bijvoorbeeld. En ook de renteafdekking, dat is een beetje een evergreen bij de pensioenfondsen, die zal weer in beeld komen, want de rente is opnieuw verder gedaald en verder negatief eigenlijk. Dus dat is zeker iets waar je naar moet kijken. Maar iets waar we bijvoorbeeld nog veel meer moeten zien hoe dat uitpakt, is het gedrag van centrale banken, die in feite nu heel veel bepalen door ongekende acties, niet van tevoren voorziene acties, en daarmee de markten beïnvloeden. En dan kom je eigenlijk ook bij de ALM, van ja, zit zo een soort gedrag eigenlijk in de ALM? En wat voor veronderstellingen maak je voor de komende 15 jaar in zo'n ALM? En wij zijn samen met MN vooral heel erg bezig om te kijken welke scenario's willen we eigenlijk doorrekenen voor de komende 3 tot 5 jaar. Want dat is toch de fase waar nu het meest interessant is. Een soort transitiefase die we ingaan. En wat moet je daar bekijken? Wat moet je daarvan leren? Hoe kan je daarop voorbereiden? Heb je opties om bij te sturen? Dus wij zijn vooral erg de ALM aan het aanvullen met scenarioanalyses. En last but not least heb je ook nog een pensioenakkoord wat eraan komt, wat ook nog
iets is om mee te nemen. Dus al met al is het zeker geen business as usual. Nee, duidelijk. Jitses, hoe kijken jullie naar die lange termijn? Zoals Anne aangaf, veel pensioenfondsen zijn gestart met ALM-studies. Terwijl de pandemie rondraast. En de vraag die we krijgen is, wat is de impact op rendementen en wat zijn relevante scenario's? Nou, vanuit de rendementen zien wij per saldo geen enorme reden om strategisch beleid anders in te richten. Want ga je uit van de consensus. En de consensus gaat al uit van min 8% groei dit jaar in de eurozone. En volgend jaar weer herstel. Dus een hele zware recessie, maar geen depressie. Dat is doorgerekend van alle categorieën. En er komt toch niet een heel ander beeld uit. Om twee redenen. Eén is dat zo'n pandemie, hè, dat heeft impact voor zo'n pandemie allereerst heeft 1 à 2 jaar impact. En de verwachte rendementen voor ALM-studies hebben een horizon van 15 jaar. En als je het uitsmeert, dan valt het wel mee. En tweede zijn na zo'n crisis vaak compenserende factoren aan het werk. Dat zag je ook naar Lehman. Spreads lopen uit bijvoorbeeld van risicovolle obligaties. Nou, dat zorgt weer voor lange tijd voor hoger inkomen. En ook koerswinst als spreads weer naar normale niveaus tenderen. Ja. We hebben dat doorgerekend. Op basis van huidige rentes, spreads, koersen in de markt. En ook de meest recente consensusramingen in Bloomberg voor groei en inflatie komende jaren. Zoals gezegd, zware recessie zit er dus al in. En een inflatie van slechts 1%. Wat komt er dan uit? Op 15 jaar horizon verwachten we rendement van 4,5% voor aandelen ontwikkelde markten. En risicovrij of staatsobligaties in de euro van kernlanden circa 0%. Nou, dat was ook een beetje het beeld voor de pandemie. En ook de rangorde van beleggingscategorieën is niet wezenlijk veranderd. Dus wij verwachten vanuit die invalshoek niet heel veel verandering. Zag je ook naar Lehman, credit of high yield, maar ook aandelen hebben grosso modo 10% per jaar gerendeerd vanaf het dieptepunt. En zelfs met de crisis had je nog een plus van enkele procenten tot en met nu. Ja. Maar cruciaal, zolang het een recessie wordt en geen depressie. Ja. Maar dat is een scenario en dat is een vraag die komt nog aan bod. Ja. Hartwig noemde die periode van 3-5 jaar als soort transitiefase. Zie jij dat ook? Transitie zal meer. Kijk, die pandemie nu is de verwachting 1 jaar recessie en dan weer groei van 4-5% in het Westen. Maar kijk je naar depressie, ja, dan heb je het over negatieve groei van 3 à 5 jaar inderdaad. Alleen welk pad het wordt is nog onduidelijk. Dat is gewoon een kwestie van continu monitoren. Ja. We gaan even kijken of er al vragen zijn uit het publiek. Ik heb hier een eerste vraag van John Kuyt. En zijn vraag is, zou je niet altijd rekening moeten houden met een crisis die groter is dan 2008? En vastleggen wat je dan moet doen. Dus die crisis die groter is dan 2008 hebben we nu. Maar hadden we daar niet altijd al rekening mee moeten houden? Wie zou daar een eerste antwoord op willen geven? Wat je hebt is dat de ALM input meestal op basis van de laatste 15 jaar zijn. Dus het zit niet meer in de reeks. Hè? Dus daarom werd de 2008 meegenomen. Dat was eigenlijk ook gewoon onvoorstelbaar slechte scenario. Wat je nu ziet is dat wij toch naar aanleiding hiervan dat er inderdaad een soort jaar 30 scenario ook nu wordt uitgerekend. Onder het motto, het kan altijd slechter als er iets heel onverwachts gebeurt. Ja. Maar inderdaad, wat we nu ook wel horen is dat pensioenfondsen niet altijd goed waren voorbereid op een nog slechter scenario dan 2008. En daar lijken we nu mee te maken te hebben. Hedwig, hoe zit het bij PMT? Nou kijk, die scenario's of die 2008 scenario's die zijn natuurlijk wel meegenomen. En ik denk dat je daar ook dat verschil ziet met 2008. Want veel pensioenfondsen hebben na 2008 hun beleggingsbeleid toch wel flink aangepast. Terwijl je nu eerder hoort van
het is op zich veel beter in staat om het op te vangen. We gaan het ook misschien nog niet heel groot aanpassen. Dus ik denk dat dat wel een verschil is met 2008. Ja, en ik zou zelf kunnen zeggen, ja, mij heeft de coronacrisis verrast. In de zin van dat het zo wereldwijd zo snel gaat. Dus ik denk dat dat voorzien, dat je zou er wel altijd rekening mee moeten houden. Maar om dan te zeggen dat je altijd alles hebt voorzien, ik denk dat dat niet mogelijk is. En dat je vooral dan moet kijken, wat moet ik aanpassen en hoe moet ik mijn gedrag aanpassen en waar moet ik bijsturen. Jitsis, heb jij nog iets toe te voegen bij de vorige twee sprekers? We gaan het zo hebben over scenario's, geloof ik. Dus daar sluiten we. Schiet me wel even iets te binnen, André. Ik vind het wel typerend dat wij wel altijd geneigd zijn, ook als industrie, om dingen te extrapoleren. En zelf met die black swan die we allemaal hebben gelezen. Dus eigenlijk is dit goed om zeg maar echt de creatieve geesten in ons los te maken, om te bedenken van ja, wat zou er eigenlijk kunnen gebeuren wat we nog niet hebben meegemaakt. En neem iets als globalisatie. Wij extrapoleren dat dat gewoon doorgaat, hoewel we zien dus in de mum van tijd anderhalf maand coronacrisis en die hele internationale productieketens liggen plat. Ja, ja. Dat is ook niet voorzien. Dus ik denk dat wij iets creatiever moeten worden in bedenken van merkwaardige scenario's. Ja, ja. Nou, dat sluit mooi aan inderdaad bij mijn volgende vraag. Met welke scenario's moet je nu als pensioenfonds rekening houden? En hoe doe je dat? Jitsis, jullie hebben bij BMO een aantal scenario's uitgetekend, doorgerekend. Je noemde net al het een en ander, maar misschien kun je daar toch iets meer over vertellen. Wat jullie precies hebben doorgerekend en wat de uitkomsten dan zijn? Jazeker. Nou, voor de details verwijs ik graag naar de marktvisie. Die verwachte rendementen waar we net al over spraken, dat is bedoeld als input voor de stochastische analyse van ALM-studies. Maar daarnaast worden ook altijd natuurlijk nog deterministische scenario's behandeld. En daar hebben we twee van uitgewerkt. Eén is de grote depressie, startend in 1929. Dat lijkt toch, nou, je ziet, ik heb grijze haren gekregen. Dat is toch, hoe dieper je erin duikt, hoe meer je schrikt van de overeenkomsten. Yeah. Het GDP kromp per saldo 15% in Amerika en prijspeil nam in een paar jaar tijd met 25% af. Er was vraaguitval, dalende aandelen, stijgende werkeloosheid. Allemaal zaken die je nu ook ziet. Protectionisme, deglobalisering. Dus het tikt elke box op dit moment. En we hebben dus gekeken voor 15 kalenderjaren in lijn met ALM's horizon. En wat groei, inflatie, aandelen en rentes deden. En dat kunnen fondsen meenemen als input. Logischerwijs meer uit zakelijke waarde gaan naar nominale categorieën. Anne noemde net al, het optimisme nu, hè, dat lijkt sinds een paar weken van we hebben de bodem gehad. Je hebt versoepeling. Economieën trekken weer iets aan, lijkt het. En de beurzen zijn meer dan 30% gestegen sinds het dieptepunt. Nou, ook dat was een schrikbarende parallel, want in 1930, een jaar na de start van de depressie, voorspelden economen weer herstel. De beurs veerde met 46% op. Ja, precies wat je nu eigenlijk ziet. Dus ja, ook nu is niet bekend wat die T-splitsing gaat brengen. Recessie of een depressie. Het grote verschil was echter het beleid. En toen werd er nog gestuurd op begrotingsevenwicht en de centrale bank, de Fed, heeft destijds zelfs verkrapt. Nu is natuurlijk ongekend het spiegelbeeld het geval. En met begrotingstekorten van 5 à 10% en centrale bankiers die massaal de geldpers aanzetten. En dat zou wel eens ervoor kunnen zorgen dat we nu niet die depressie met deflatie krijgen. Ja. Daar krijg je iets minder grijze haren van. Ik hoop het, ja. Anne? Ja. Sorry, Jitsis, je wou nog iets toevoegen? Nou ja, ik hoop kort. Het tweede scenario is stagflatie. In jaren 70, begin 80. Twee keer een olieschok. Gevolgd door hoge inflatie en een haperende economie. Uiteindelijk steeg de inflatie zelfs op 13%. En de Fed heeft destijds zelfs de rente naar 20% kortstondig verhoogd. Met ook de nodige volatiliteit op aandelenmarkten. Nou, dat hebben we ook uitgewerkt. Het lijkt misschien niet de situatie nu, hè, want olieprijzen daalden, et cetera. Alleen onderhuids zou het wel eens heel relevant kunnen zijn. Anne zei het al, deglobalisering is een mogelijke reactie op COVID. Dat zal tot een structureel lagere groei leiden.
wel robuustere economieën, maar lagere groei. Tegelijkertijd kan de inflatie oplopen met minder internationale handel. En zeker met die geldpersen. Afgelopen maand zag je al in Europa dat geldgroei met meer dan 8% toenam. Bijna dubbele van de voorgaande jaren. Dus ja, dat is misschien meer een risico voor lange termijn. Het probleem is alleen, deflatie en stagflatie scenario vereisen eigenlijk een tegengesteld beleggingsbeleid. Dus daar zit de spanning. Ja, want wat moet je doen? Wil ik even naar Anne gaan. Welke scenario's moet je nu als pensioenfonds gaan doorrekenen? Je noemde al, hou rekening met het inktzwarte scenario, maar wat moet je... Ik vond het, dat komt heel erg in de buurt van wat Jitses net noemde, met alle schrikbarende inzichten van dien. Nou, de standaard scenario's wat pensioenfondsen meestal aanhouden zijn voorspoed, of zeg maar business as usual, inflatie, deflatie, stagflatie. Waarbij deflatie voor de pensioenfondsen meestal het meest funeste scenario is. Als je inderdaad een jaar 30 of een gietzwaarder scenario toevoegt, die zal nog negatiever uitpakken. En ik denk dat dat wel reëel is om dat te doen, dat je in ieder geval dat doorrekent, omdat wat er nu echt het is gewoon ongekend wat er nu gebeurt, ook op monetair gebied. Als je kijkt hoe snel die balansen van de centrale banken worden opgevoerd met aankopen van de meest merkwaardige papieren. tot aan rommelobligaties toe, wat natuurlijk enorme bodem onder de markt ligt. Dan is het wel terecht dat je ook een extreem scenario meeneemt. Maar het verschil is net zoals we eerst zeiden, van dat gebeurt destijds niet. Dan weer inderdaad verkrapt en nu worden enorm verruimd. Dus dat zou wat ruimte kunnen bieden. Maar als deterministisch scenario zou ik wel het meest negatieve, dus de jaar 30-achtige scenario uitwerken. En wat doe je daar dan mee als pensioenfonds? Want dan zie je al die schrikbeelden die Jitses net ook schetst. Nou ja, je ziet in ieder geval, als je meeneemt wat de centrale banken nu aan het doen zijn, is het wel aannemelijk dat je naar een periode van lange, lage groei / krim gaat. Naar een periode van lange, waarschijnlijk negatieve rentes. En ja, dat betekent dus gewoon ook dat de Fed met name, maar ook ECB eigenlijk een soort land of last resort is. Hè? Van dat je bodem onder de kredietmarkten ligt. Dus per saldo wordt de risicorendementenverhoudingen van die markt dus aantrekkelijker. Dus per saldo is het nog aantrekkelijker of is het nog meer voor de hand liggend om wat zwaarder in jouw rendementsportefeuille te zitten. En je ziet ook dat er ook nu verschuivingen zijn van beleggers die vanwege die beweging op de middellange termijn zeggen van ja, credits en high yield is aantrekkelijker dan aandelen, omdat het wordt eigenlijk in feite gegarandeerd. Ja. Dus je kunt zeggen, je ziet gewoon die asset-inflatie verder doorzetten. En ja, enerzijds kun je zeggen als belegger, institutionele pensioenbelegger, heb je daar baat bij. Maar het introduceert natuurlijk wel enorm risico ook in het systeem. Ja. Dus ik denk, je moet ook kijken naar jouw andere categorieën die minder exposure hebben naar de financiële markten. En dat denk ik aan reële assets, infrastructuur en dergelijke. Die gaan we zo nog even hebben. Dus daar kunnen we nog kunnen we wat uitgebreider op ingaan. Hartwig, welke scenario's waarmee is PMT aan de slag? Wat voor scenario's hebben jullie nu liggen? Nou, we hebben er 4 scenario's uitgewerkt. 3 zijn er denk ik al langsgekomen met herstel, vertrouwen, deflatie en stagflatie. Misschien die nog om toe te voegen is. We hebben ook een extreem inflatiescenario toegevoegd. Dat moet je denken aan de tijd tussen de 2 wereldoorlogen of eind jaren 40. Die context. En waar we bij alle scenario's mee bezig zijn, is om het te vertalen naar vraagstukken die nu spelen. De demografie, schuldposities, leverage kwamen ook al langs de centrale banken. En dat is eigenlijk de uitdaging. Dus als je naar het inflatiescenario kijkt, dan merk je eigenlijk dat aan de ene kant iedereen graag weer inflatie wil hebben. En dat helpt bij al die schulden natuurlijk. Aan de andere kant heb je een heel ander centrale bankbeleid, een heel ander monetair beleid, dat ook gericht is
om rentes laag te houden. Dus de vraag is, in zo'n inflatiescenario, extreem, heb je dan eigenlijk wel hoge rentes of heb je eigenlijk nog relatief lage rentes door de centrale bankenactie? Daar is een hele theorie nu aan de gang daarover. Nou ja, dat zijn dingen waar we heel erg over nadenken om te kijken van ja, wat betekent dat dan in de portefeuille? Welke dingen zou je daarop voor kunnen bereiden? Dus inflatie is natuurlijk iets waar we de laatste 10 jaar niet mee bezig zijn geweest. Maar wat voor beleggingen een van de moeilijkste dingen is om af te dekken of te hedgen om te volgen. Ja, extreme inflatie, noemen ze een percentage. Hoe hoog is dat dan? Dat kan oplopen naar 7% of 8% of 10%. Dat is dan de vraag over de tijd heen. Maar de grote vraag is, hoe verhoudt het zich tot de rente? Is die dan nog steeds laag of zijn die dan even hoog? Of gaan de centrale banken daarin slagen om dat laag te houden? Dus die twee verhoudingen, daar zijn we vooral naar aan het kijken. Ja. En daar hebben we ook nog niet, zijn we nog niet helemaal uit. Maar dat zijn wel de moeilijke dingen om het te vertalen naar nu. Ja. Dat. We hebben een aantal vragen binnen van kijkers. Voordat we daar naartoe gaan, wilde ik toch ook het publiek bij deze sessie betrekken. Wij zijn benieuwd naar uw mening over de toekomstscenario's. We hebben een kleine poll klaargezet. Die kunt u in de chatfunctie zien. U heeft de keuze uit 4 antwoorden. Uiteraard klik op het antwoord dat u het meest waarschijnlijk acht. En het gaat om de meest waarschijnlijke scenario's voor de komende 3 jaar. En dan heeft u de keuze uit stagflatie. Economische stagnatie gecombineerd met inflatie, deflatie, grote eurocrisis, misschien zelfs eurobreakup. En back to normal, we vinden een vaccin eind dit jaar en we gaan daarna weer gewoon terug naar wat we altijd deden. U kunt nu uw antwoord geven, dat gaat even tijd kosten. Dus in de tussentijd kan ik met het panel even verder naar wat vragen die er waren. Ik heb hier een vraag van, even kijken, Jeroen van de Put. Dat is denk ik een vraag voor Jitses. Naar welke triggers kijk je om te beoordelen of een depressiescenario eraan komt? Jitses, wat voor triggers moet je dan op letten? Nou ja, de trigger bestaat niet en ook het belletje niet. Het is gewoon een kwestie van continu monitoren van de markten. Belangrijk is de werkeloosheid. Hè, dat was wel een ding destijds met de depressie. Nou, eigenlijk zitten we daar nu al op, rond de 20% in Amerika. In 2 maanden tijd, wat toen 3 jaar kostte. Nou, verder de inflatieswapmarkt. Die daalde inderdaad. En kortstondig heeft hij ook deflatie ingeprijsd voor de eerste paar jaar in Europa. Bodemt recent weer uit en nu wordt er toch uitgegaan weer van positieve inflatie. Dus dat is een belangrijke. En de geldhoeveelheid, die is wel aan het stijgen. Dus dit is niet één trigger helaas, was het maar zo makkelijk. Ja. Hartwig heeft toch een aanvulling? Ja, maar het gaat natuurlijk over de coronacrisis. Hebben we aan het begin, voordat we met scenario's bezig waren, een soort beslisboom gemaakt die heel erg linkt aan de coronacrisis. Dus en die volgen we. Dus dan heb je het meer over een trigger zou kunnen zijn, een tweede golf. Of een hele lange dooretteren van het lockdown-principe. Je krijgt faillissementen. Nou, dat je meer in die termen denkt, gelinkt aan de crisis, dan dat je weer de economische cijfers meteen erbij haalt. Dus we hebben 1 stap bewust gedaan naar zo'n beslisboom, gelinkt aan de coronacrisis. Dus geen economische trigger, maar gewoon een medische trigger. Ja, dat zijn de triggers van deze crisis. We zijn bezig geweest met hoeveel mensen liggen op de IC en hebben we genoeg bedden. Daar zitten nu de triggers. Dat is eigenlijk ook het bijzondere van deze crisis en dat mondiale daarvan. Dat iedereen hetzelfde heeft tegelijk. Ja. En tegelijkertijd zie je natuurlijk wel dat het heeft, vervolgens heeft het geleid tot enorme uitval. Zowel aan de vraag als de aanbodkant. Dus als je puur kijkt naar de industriële productie, consumentenvertrouwen enzovoort, dan krijg je natuurlijk ook goede triggers, indicatoren die aanwijzen en ook natuurlijk werkloosheid, wat op tijd aan kunnen geven of je richting deflatie gaat. En uiteraard, waar we net over hadden, centrale banken. Waar je dus een ballooning balance sheet ziet. Ja, dat is iets wat gewoon keihard een feit is, wat er nu gebeurt op die markten. Dus we zijn eigenlijk... We hebben nu André. Ja, dit...
We hebben nu met een hele bizarre, eigenlijk schizofrene situatie te maken. En ik vond cijfers in Amerika afgelopen week wel tekenend op dat vlak. Je zag personal spending was met 13% gedaald in een maand tijd. En personal income was met 10% gestegen in een maand tijd. Nou, beide getallen waren ongekend. En beide getallen zijn veroorzaakt door de overheid. Het lockdown enerzijds en het KRS-stimulatieprogramma anderzijds. Dus ja, er is gewoon fundamentele onzekerheid op dit moment. Ja, dat... Twee paden die allebei mogelijk zijn. Ja. En dit zijn natuurlijk allemaal dingen, lijkt mij, waar je als pensioenfonds eigenlijk nooit echt op voorbereid bent of over hebt nagedacht. Dit soort extreme situaties. Jitsus? Ik denk dat sinds 2008 wordt er permanent gedacht in risico's en ook scenario's. Niet deze. Het grote depressiescenario, dat is wel weer afgestoft en uit de kast gehaald met dank aan COVID. Omdat het toch een stuk erger is dan Lehman. Daar zijn we al voorbij. We wachten nog even op de uitslag van de poll. Ik heb nog een andere vraag die ik jullie wil voorleggen. Van Loek hier een vraag. De schulden exploderen door de coronacrisis. Moet je daar niet op inspelen in je beleggingsbeleid? Hartwig, wil jij daar misschien iets over zeggen? Die exploderende schulden? Ja, ik denk dat dat inderdaad een van de grote vraagstukken is. Schulden, hoe je dat mee gaat nemen in je beleggingsbeleid. Hoe je daarop stuurt. dat is dan iets meer in de uitwerking van de verschillende categorieën. Dus niet zozeer de scenario's en de ALM. Maar het is wel iets om mee te nemen wat de leverage doet in die verschillende scenario's. En vervolgens bedenken van welke consequenties heeft dat? Nou, noem even commercieel vastgoed. En zoals Jitse net zei, soms is dat handig. Als je voor inflatie zou het een handige belegging kunnen zijn. Maar in een deflatiescenario is het natuurlijk dramatisch. Dus dat zijn ook tegenstrijdige dingen. En veel daarvan moet je helpen om te kijken hoe je een beleggingscategorie in gaat richten. Ander is private equity, waar je dat hebt. Hoe wil je daar omgaan met leverage? Hoe wil je fondsen selecteren? Dus ik denk dat dat een van de grote vraagstukken is. En die zit heel erg in die scenario-wereld om te bekijken. Ja. Anne, die oplopende schulden? Ja, ik denk dat het ontzettend belangrijk punt is om mee te nemen. Zowel als je kijkt naar overheden, maar zeker ook qua bedrijven. Omdat met die enorme schuldenberg wat nu wordt opgebouwd, wordt het hele systeem veel instabieler. Dus enerzijds krijg je nu die assetinflatie, zoals ik net zei, daar profiteren wij om van. Hè? Van als aandeelhouders, als institutionele aandeelhouders en van houders van andere risicodragende activa. Maar tegelijkertijd weet je dat door die lage rente krijg je een extra prikkel voor nog meer schuld op te bouwen. Dus het hele systeem wordt gewoon fragieler. Dus ik zou daar heel erg naar kijken, ook binnen categorieën. Je ziet het ook eigenlijk een high yield van bijvoorbeeld airlines. Ja, vallen nu gewoon bedrijven om. In de hospitality, hertjes omgevallen enzovoort. En dat zijn dingen die worden verzacht vanwege overheidsingrepen. Maar als dat op een gegeven moment wordt uitgefaseerd, krijg je natuurlijk enorme verschuivingen in bepaalde sectoren. Ja. En dat gaat gewoon dat gaat wel zijn impact hebben ook op rendementen. Ja. Ik wacht nog heel even op de uitslag van de poll. Die heb ik nu binnen. Ik weet niet of jullie op het scherm kunnen zien. Maar in ieder geval, als we naar de scenario's kijken, is stagflatie wordt door 33% van de mensen het meest waarschijnlijk geacht. Deflatie 11%. De grote eurocrisis 24%. En back to normal 30%. Dus stagflatie is met nipte voorsprong op back to normal het meest waarschijnlijke scenario volgens de kijkers. Wie wil daar een reactie op geven? Ja hoor. Jitsus. Verrassend. Ik moet zeggen, kijk, op korte termijn dacht ik zelf dat het depressiescenario het meest lijkt op wat nu gaande is. En op middellange termijn stagflatie. Dat zou voor pensioenfondsen toch het positieve risicoscenario zijn van de twee.
hogere rentes. Dat zal de dekkingsgraden zeker helpen. Ja, is meer hoop dan verwachting dan misschien? Nou ja, kijk, je begint nu wel signalen te zien. Olieprijs krabbelt erop. M3 geldhoeveelheid begint toch fors toe te nemen. Dus het zou zomaar kunnen. Ja. Ik zou bijna zeggen, laten we het hopen. Ja. Hadwig, jij misschien nog een reactie op deze uitspraak? Ja, ik snap wel dat het een mooie poll is. Maar ja, eigenlijk is er nog steeds onzekerheid troef. En we zitten nog helemaal in de mist over de kwartaal. Twee cijfers die moeten ook nog komen. Dus het gaat volgens mij niet zozeer om het voorspellen wat eruit komt. Maar om te begrijpen wat er kan gebeuren en de opties die je hebt. Dus, had je een ander aantal scenario's gevraagd, was het misschien een ander resultaat geweest. Dus ik denk dat je moet ver weg blijven van voorspellen. Maar het is wel leuk voor een pot natuurlijk. Ja, ja, bovendien hadden we maar 4 keuzes mogelijk in dit systeem. Ja. We mochten het niet doen. Altijd de IT. Ja, ja. Anne, wat is jouw... Verrassend. We hopen dat mensen gelijk krijgen. met name omdat de stagflatie en back to normal... dat zijn eigenlijk relatief gunstige scenario's, zou je kunnen zeggen. In ieder geval met opkomende inflatie. En dat zie ik toch echt niet op de korte termijn gebeuren. Of zeg maar binnen nu een 5 jaar. Als je kijkt naar dat de centrale banken alles doen om die rentes laag te houden. Ik denk dat er heel zwaar geschud wordt ingezet om dat ook zo te houden. Dus ik denk dat je voorlopig daar niet, dat niet zal komen in de reële economie. Misschien op de beurzen, maar dat wordt dus naar de scramble for yield, wat wij al zagen. Maar nog meer omdat de rentes nog lager komen te liggen. Dus die fragiliteit van het systeem wordt nog verder opgeblazen en maakt nog steeds gewoon eigenlijk risicovoller. Ja. En ik had een leuke quote van Warren Buffett, op een gegeven moment houdt het gewoon op. Op een gegeven moment is het risico daar dat het gewoon barst. Ja. En hij zei van, when tide is low, you can see who is swimming naked. En dat slaat heel erg ook op die schuldenfinanciering waar we net over hadden. Ja. Dus ik denk dat het te vroeg is om heel blij van back to normal uit te gaan. Ja, maar vooralsnog zorgt de centrale banken wel dat er voldoende water is. Dus iedereen is nog tot zijn nek in het water. Ik wilde doorgaan naar de volgende vraag om het allemaal wat praktischer te maken. Jullie hadden het er al heel even over. Dan gaat het over heel concreet. Welke beleggingscategorieën moet je de komende jaren extra in de gaten houden? Omdat ze kwetsbaar zijn of juist extra kansen bieden. En hoe zit dat met sectoren en regio's? Anne, jij begon er al heel even over. Kun je daar nog wat meer over vertellen? Van, ja, wat zou jij nu als belegger extra in de gaten houden? Nou ja, met aanhoudende lage rente, misschien zelf aanhoudende lage of negatieve rentes, kijk je dus naar yield. Alles wat je kunt krijgen, dan ga je voor yield. Dus dan kom je bij return assets uit. Dus aandelen, high yield, credits enzovoort. Dus dan geloof ik ook dat met alle risico's van dienst goed zal blijven doen. Dus dat is goed voor pensioenfondsen. Misschien is het niet per se goed voor de ultimate beneficiaries. Als je het zo bekijkt, is het een enorme herverdeling wat plaatsvindt van mensen die aandelen of die effecten hebben op de financiële markten en mensen dat niet hebben. Maar dat is iets wat zeg maar totaal buiten onze scope is. Maar dat brengt nog meer kwetsbaarheid in het systeem, denk ik. Als pensioenfonds denk ik dat het goed is om door te gaan op de weg waar heel veel fondsen al waren. Om te kijken naar hoe kunnen wij onze duurzame beleid verder uitstippelen en meer onze verantwoordelijkheid pakken wat dat betreft. Je zag overigens ook studies dat duurzame bedrijven het beter hebben gedaan hier in de crisis, dus het loont ook nog. Ja. Maar er zijn er genoeg mogelijkheden die op dat pad liggen. En dan moet je ook weer denken aan infrastructuur. Maar ook vastgoed gebeurt er ook een hoop wat je op het gebied van duurzaamheid. En wat je eigenlijk ook moet letten is, wat we ook net over hadden, bedrijven die tot hun nek in de schulden zitten. Ja, ja. Of landen. Of landen, ja. Ja, bedrijven of landen. Jitsis, jullie hebben voor verschillende assetcategorieën nog eens gekeken naar de rendementen. Dat allemaal opnieuw doorgerekend voor de komende tijd. Komen daar verrassende dingen uit? Wat komt er eigenlijk uit?
Nou, zoals eerder al gezegd, de rangorde is niet significant veranderd en aandelen grosso modo nog bovenaan. De hoogst renderende categorie komende 15 jaar naar verwachting zijn aandelen opkomende markten met 6-7%. Spreadproducten, zoals gezegd, relatief aantrekkelijk. Vaak na een crisis lopen spreads meer uit dan het intrinsieke kredietrisico rechtvaardigt. En ze hebben een beetje nominale als ook zakelijke eigenschappen. Dat maakt het vaak wel aantrekkelijk. Nou, zoals besproken, we hebben scenario's die economisch gezien eigenlijk tegengesteld zijn. Dus wellicht moet je gaan kijken naar categorieën die geen koppeling hebben met de economie. Denk aan catastrofeobligaties. De performance is gerelateerd aan natuurrampen en niet aan economie. En pas op, het is al genoemd. De schulden, die zijn aanzienlijk hoger nu al bij de start dan ze waren voor Lehman. En ze zullen nog een stuk verder oplopen. Dat kan de risicopremie in staatsobligaties raken. Om een idee te geven, vandaag staat de credit default swap spread, zeg maar de verzekeringspremie die betaald wordt voor Nederlandse staatsobligaties, op ongeveer 0,3%. Ten tijde van Lehman was het 1,2%. In 2011 was het zelfs even 1,6%. Dus daar zit toch echt nog wat ruimte voor negatieve performance, om het zo te zeggen. In die zin, misschien niet geliefd instrument, maar rentederivaten, renteswaps, die herbergen minder kredietrisico. Want de hoofdsom wordt niet uitgewisseld en er is sprake van onderpand. En dat zag je ook met Lehman, dat eigenlijk rentes van staatsobligaties stegen tot boven swapniveaus. Dus dat zou ook iets kunnen zijn om in het achterhoofd te houden. Ja. Ja, en het laatste zijn natuurlijk opties die ingezet kunnen worden om tegemoet te komen aan de verschillende tegengestelde scenario's. Waarbij je zowel caps als floors op de inflatie gaat kopen bijvoorbeeld. Om zo die staarten af te dekken. Ja, ja. Dank je. Hartwig, we zien jullie. Gaan jullie verschillende assetcategorieën misschien anders benaderen de komende tijd? Nou, ik zou misschien nog even toevoegen. Kijk, rendement is voor een fonds als PMT wel belangrijk. Het zijn het fonds van automoteurs en fietsenmakers. Dus de premie is wel een belangrijk kostenpost voor zo'n sector. Dus rendement is belangrijk voor het pensioen. En als je daarnaar kijkt, dan zijn wij vooral ons aan het oriënteren op meer illiquide beleggingen. Het past goed bij onze investment beliefs. We denken dat daar extra op te verdienen valt op termijn. En het biedt je de mogelijkheid om wat meer maakwerk te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld, wat voor type leningen wil je? Hoeveel leverage moet daaronder liggen? Wat het type onderneming is het? Nou ja, daar zijn we nadrukkelijk naar aan het kijken. Ook om dat framework wat verder te verfijnen. Dus je kan zeggen, het is allemaal illiquide, maar een hypotheekfonds is iets anders dan een private equity fonds. Als je private equity liquide zou willen maken, heb je een tegenpartij nodig om te verkopen. Mm-hmm. Voor een hypotheekbelegging zou je al kunnen wachten, want het komt naar je toe. Het wordt afgelost. Ja. Dus we zijn nadrukkelijk bezig om meer te kijken naar illiquide beleggingen. Ja. En is private equity? En dan zit je meer in de vastgoedhoek en in de leningen. Ja, en private equity, daar is natuurlijk een enorme belangstelling voor. Zoveel dat we het geld niet kwijt kunnen. Is het daarmee toch nog steeds een interessante categorie? Ja, private equity blijft een beetje een categorie met twee gezichten altijd. Dus na zo'n crisis is het ook weer juist interessant, omdat je weer interessante waarderingsniveaus hebt om in te stappen. Dus de kwestie is of je de goede fondsen kan selecteren. Maar het blijft ook na een crisis interessant. Ja. Ja. Oké, dan gaan we nog even kijken naar wat vragen die zijn binnengekomen van kijkers. Vraag van Theodor Raaphorst. Misschien kan een vraag voor Hartwig, schat ik. De lessen uit extreme inflatiescenario's van 10% of meer die we in het verleden hebben gehad. Wat zou je daarmee moeten kunnen als pensioenfonds, Hartwig? Je had het over, jullie hebben daarna gekeken, naar die extreme inflatie? Nou, we zijn er eigenlijk nog volop mee bezig. Want het is al, het is misschien een scenario dat verder weg is, maar het is een scenario waar we lang niet meer naar hebben gekeken. En de grote vraag is, ga je dan weer inflation-linked bonds introduceren? Helpt dat? En het probleem is, als je dat doet, geef je vaak rendement weg in andere scenario's. Je hebt ook verschillende type inflaties, dus aanbodgedreven of vraaggedreven.
Ja, dus we hebben daar nog geen helemaal antwoord op, maar dan komen denk ik ook heel veel andere categorieën weer in het blikveld. Dus ja, grondstoffen bijvoorbeeld zou dan weer iets kunnen zijn om naar te kijken. Hebben we nu ook niet. Je kijkt misschien anders naar IT. Dus we zijn vooral bezig om dan een stap dieper te kijken van waar moeten we dan aan denken en waar zou de mogelijke aanpassing zijn in de portefeuille. En ja, dat blijft, daar zijn we nog niet op uit, nee, wat het precies moet zijn. Want het blijft een van de moeilijkste dingen, inflatie volgen als belegger. Ja. Anne, zie jij dat ook bij pensioenfondsen waar jij bij betrokken bent, dat ze naar die extreme inflatiescenario's kijken en daar lessen uit het verleden proberen te trekken? Nou, ik zie dat eigenlijk nu nog niet zo heel veel aandacht krijgen. En ik denk dat dat ook terecht is. Korte termijn, of in ieder geval voor de voorziende komende periode van minimaal 5 jaar. Als je ziet, wordt herhaling van zetten, maar dat de centrale banken alles doen om die rente laag te houden. Is dat zeer waarschijnlijk de lange periode van lage of negatieve rente zult krijgen. Of dat die asset-inflatie zich ooit gaat vertalen in prijs- en goederen-inflatie is nog maar zeer de vraag. Als dat zo is, is dat natuurlijk wel iets wat een kwetsbaar punt is voor pensioenfondsen. Dus pensioenfondsen die hoog in de dekkingsgraden zitten en meer reëel sturen, zie je wel typisch een hoge allocatie hebben naar inflation-linked bonds of dergelijke. Het probleem is dat je... Ten eerste kost het geld. Meestal leg je geld toe natuurlijk. Je betaalt die premie. Dat is een basisrisico naar de Nederlandse inflatie. En die markt is niet zo groot. Dus de linker is, dan haal je ook wat kredietrisico typisch op Frankrijk of Italië binnen. Ja. Ja. Had u nog even kort reageren daarop? Ja. Maar het allerlaatste, eigenlijk is jouw beste lange termijn hedge voor inflatie, dat zijn gewoon aandelen. Sorry, kun je die even herhalen? Dus Anne, kun je dat nog even herhalen? Je langer termijn, zeg maar, aandelen hebben op de langere termijn een goede hedge tegen inflatie. Dus als je ook een aanzienlijk rendementsportefeuille hebt met aandelen, heb je eigenlijk ook een heel natuurlijke inflatie-hedge component in je portefeuille zitten. Hartwig wilde nog even kort graag, Hartwig. Kort, ja, oké. Okay. Dan moet je vooral exportbedrijven hebben in je aandelenportefeuille. Wat ik wilde zeggen is... voor de coronacrisis had ik waarschijnlijk ook gezegd dat inflatie niet zo'n interessant scenario is. Maar nu is dat wel het scenario voor het oplossen van de schuldenproblemen voor alle overheden. Dus als het succesvol kan zijn dat je inflatie kan hebben en lage rentes, dan denk ik dat het gaat gebeuren. Ik weet niet of het kan en of het lukt en hoe snel, maar het is wel het scenario wat een uitweg geeft voor heel veel overheden die veel schuld hebben. Dus ik, nu na de coronacrisis vind ik dat toch weer een interessant scenario wat weer echt meer in het vizier komt. Ja. Maar nog verder weg. Ik wil nog even kijken, want ook met de tijd zitten we. Ik denk dat we nog één vraag kunnen behandelen van de kijkers. Ik heb hier Jeroen Mol. Op de aandelenmarkten zijn er sectoren die goed gaan, andere gingen 80% onderuit. Hoe moet een pensioenfonds de portefeuille bijsturen? Jitses. Of jij het even wilt beantwoorden. Nee. Ja hoor. meeste fondsen besteden toch met name de tijd aan de strategische vraagstukken. Dus welke categorieën, hoeveel normgewichten en de renteafdekking. En zijn op bestuursniveau niet zoveel bezig met de sectorkeuzes. Dat is meestal uitbesteed aan vermogensbeheerders. Indien het actief wordt ingevuld. We zien dat aandelen, zeker ontwikkelde markten, veelal passief wordt ingevuld. Dus het gaat meer om, gaat de markt omhoog of omlaag? We zien wel inderdaad dat nu niet alleen IT omhoog gaat de recente weken, maar ook sectoren die eerst zwaar waren getroffen, zoals financials, industrials en materials. En dat kan toch een teken zijn dat er langzaam weer wat economisch optimisme in de markt komt. Ja, dankjewel. Even met de tijd... heb ik nog een korte vraag waarmee ik wil afsluiten. Want we zijn natuurlijk volop bezig met het beleggingsbeleid, strategisch beleggingsbeleid en wat er op de financiële markten gebeurt. Ondertussen wordt er in Den Haag en ook online nog steeds over het pensioenakkoord verder onderhandeld. De uitkomst is wat ongewis. Koolmees hoopt nog steeds die brief te kunnen sturen voor het begin van de zomer. Maar als je dan toch naar het strategisch beleggingsbeleid kijkt, moet je dan
ook nog rekening gaan houden met dat pensioenakkoord? Jitsus. Nou, een moeilijke vraag. Nog veel moet uitgewerkt worden. De verwachte rendementen hebben we eerder al besproken. Nou, dat is natuurlijk een extern iets en dat staat helemaal los van de regels. Dus aandelen zullen nog steeds 4,5% kunnen renderen. Dat maakt niet uit. Dus voor de return-categorie maakt het niet zoveel uit. Ik denk wel dat de discount-afgoed-discussie veel gaat uitmaken voor het renteafdekkingsbeleid. Ja, dat lijkt me helder. Hartwig? Ja, de renterisico, dat zie ik ook. De grote vraag is of het renterisico blijft in dat, of is in dat nieuwe contract dan nog te zien of te managen. Wat we wel ook mee rekening houden is het proces. Dus nou ja, als je een overgangsperiode zou krijgen van, laten we zeggen 6 jaar. En wij willen nu onze mix aanpassen. Dan willen we eigenlijk erop sturen dat we over 2-3 jaar helemaal klaar zijn in een lange termijn mix. Waar we geen aanpassingen hebben gedaan, waar we later spijt van krijgen in het akkoord. Dus een beetje no-regret toets die we doen. Nou, daar is de renterisico één van. Nou, illiquide beleggingen zouden in andere kunnen zijn. Hangt een beetje vanaf welke vorm uiteindelijk wordt gekozen, hoe collectief dat is. Dit soort dingen kijken we wel naar. Ja. Ja. Anne, pensioenakkoord, moet je daar al rekening mee houden of wachten we gewoon tot 2026? Ja, ik hoop in ieder geval dat er op een gegeven moment echt duidelijkheid komt, omdat we hebben toch ontzettend tijd, veel tijd aan verspijkerd met z'n allen, vele jaren. Maar ja, ik denk dat het lastig is om daar nu nog op te navigeren. Ik denk ook de renteafdekking komt mogelijk aan de orde. En in het huidige stelsel is natuurlijk wel zitten wat... ja, niet helemaal logische elementen. En als je kijkt naar fondsen die een cashflow overschot hebben, waar in een ex-kassel een balans zijn, is natuurlijk erg apart dat wij allemaal negatief renderende titels op ons balans zetten. Ja. Dus ik hoop dat er daar wat ruimte komt. Maar om echt daar in jouw beleid dat te implementeren, zou ik echt wachten tot het duidelijk is. Ik denk, qua regeling is het wel goed om een soort no-regret strategie te voeren en je te oriënteren op een meer DC-achtig stelsel. Dus daar zou ik naar Scandinavië kijken en ja, ik kan me voorstellen dat die kant op gaat. Maar dat is dus echt, ja, toch een andere discussie. Ja, dankjewel. Dankjewel Anne en Jitsus en Hartwig voor jullie bijdrage. Dank ook aan het publiek bij dit webinar. Dank ook voor uw vragen. Helaas hebben we ze niet allemaal kunnen beantwoorden. Ik hoop dat u desondanks toch nieuwe inzichten heeft opgedaan tijdens dit webinar. Deze uitzending is vanaf morgen terug te zien op onze website pensioenpro.nl. En daar kunt u ook zien wanneer onze volgende aflevering van Pensioenpro live is. En voor nu, blijf gezond en blijf geïnformeerd.